Zo. Nou, ik heb weer de hele ochtend met mijn secretaresse padden lopen zoeken. Mijn paddenvriendin. Nou, je raadt het nooit, hè? Ja, chip, 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 chip. Moet je zien wat de padden. Ongelooflijk. Hele emmer vol. Hele emmer vol padden. Ja. Dus mensen, kijk eens in de put, jongens. Ze zitten er gewoon. Dit is van 3 weken. Ik heb 3 weken dit buurtje niet nagekeken. In 3 weken valt dit erin. Zo, hup, daar komt de kudde. Zo jongens, hup. Leuk hè. Zo mooi hè. Och jongens. Ik vind het zo grappig altijd. Hier, ze schrikken een beetje van me. Hup, hup, hup. Ik gooi hem even om. Oh, moet je zien wat een hoop. Oh. Leuk hè. Toink, 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 toink. Oh, ik zit er weer eens naast de film. Jongen, jongen, jongen. Zo. Alleen met teruglopen moeten we een beetje oppassen wat we nu doen. Leuk, hè. Ik vind dat zo mooi. Ja, jongens, jullie zijn weer vrij. Hier gaat ze allemaal netjes. Leuk, hè. Zo. Toink, toink, toink. Hebben ze goed? Zo. Dus kijk eens in een put, jongens. Hier, moet je zien, dan gaan ze zo. Hup, 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 hup. Nou, zo. Nou, zo leuk is het. Dus, beestenboertje Zutphen. Als jullie een buurtje hebben of zo. Waar het gevoel hebt dat heel veel dieren in de put zitten. Stuur maar een appje. Of een berichtje naar beestenboertje.nl. En we komen langs om te kijken. Doedokie. Nou, ik zal de deksel even pakken. Zo, moet je zien, leuk hè. Overal padjes. Nou, doedokie.